hippe weken bij McDonald's. Met kipkluifjes en de extra grote Super McChicken. Luchtig toetje van Colberto. Nu ook in vanille. Thuis, mensen in de zaal. Uitverkocht huis en hartelijk welkom, hartelijk goedenavond. Daar zijn we weer met Moppetoppers. Ik ben er hartstikke blij om. Ik heb heel lang mijn lachen in moeten houden. Maar vanavond dan mag het weer. De gulle lach die kan weer klinken. En we gaan het met z'n allen samen beleven. U thuis, wij hier in de zaal, kandidaten. En u weet, het is een wedstrijd. Maar het gaat bij ons niet om de knikkers. Nee, het gaat bij ons om de lach. En u ziet het al zitten. Het lachwekkend orkest is ook weer aanwezig. Nee, geintje. Onder leiding van... Dag, Jan Rietman. Tom, Jan, Toort. Goed, we hebben 6 uitzendingen. En ik heb er nu al zin in, we gaan gauw beginnen. We hebben 4 kandidaten, fantastisch. Absolute toppers. En ze mogen elkaar met alle hun en diensten staande middelen bestrijden. We gaan gauw beginnen. Hier is de eerste kandidaat. Daar komt die. Een echte buterreedner treedt dadelijk voor u aan. Ook zonder bout weet hij hier zijn mannetje te staan. Hij werd bij een feest in Goorlen op heterdaad betrapt. Er wordt in heel Noord-Brabant na speels ook mop getapt. Hij heeft ze in alle soorten, met een butenachtergrond. Hij kent het hele scala van Brabant Moppenbond. Die kap met zware koppijn, die net de buik liep blij, die is in dat na het lachen op Kees voor Hulsbeek bij. Dankjewel, en gastvrouw. Ik kom thuis van mijn werk, mevrouw staat achter op de plaats, zo'n gezicht. Heeft ze van zichzelf, maar nou Kees zo kwaad bij. Zeg, wat is meid? Wasmachine kapot. Zeg, geen probleem, gaan we nieuwe kopen. Wij hebben ons in Tilburg naar een winkel. Komen die winkel binnen, verkoper komt nou eens toe. Jonge gast, sportieve mink, keurig in het pak. Hij liep nogal een beetje vreemd en... Ja, moet ik zeggen, hij had geen rokje aan, maar zou hem ook gestaan hebben. Het was meer zo'n kerel die van twee kanten bereikbaar is. Enfin, we komen die winkel binnen. Was wat verkouden, last van neuspoliepen. Komen die winkel binnen, hij komt naar ons toe. Hij zegt, dag meneer, dag mevrouw, kan ik helpen? Zij denkt het wel. Hij zegt, wat maak ik tijd dan? Ik zeg, al was misschien. Goedkoop of duur? Zeg, moet je eens goed luisteren, vriend. Geen goedkoop, geen duur. Ik wil een goede machine hebben, eentje waar ik van op aan kan. Touw meneer, zegt hij, dan heb ik hier iets aan, dat is nieuwte wat nieuwte. Zeg, wat is er aan? Hij zegt, dat is het telwater. Zeg, wat wil dat zeggen, zo'n snelwasser? Nou, meneer, zegt hij, als u een vies potsemd aan hebt, doet u er het potsemd in. Deur dicht, deep erin, tekker erin. Mist, mat, mist, mat, mist. Klaar. Vuile onderbroek, onderbroek erin. Deur dicht, deep erin, tekker erin. Mist, mat, mist, mat, mist. Klaar. Tinktokken, tokken erin. Deur dicht, deep erin, tekker erin. Mist, mat, mist, mat, mist. Klaar. Zeg tegen mevrouw, ik zeg, dat kopen we, hè, voordat die halve zool de hele inhoud van de linnenkast opnoemt. Ik zeg, vriend, verkocht. Ik zeg, dat moeten wij hebben. Dat is wel zo bloedideaal. Zeker met die baby was bij ons. Hij zei, baby, maar hebben jullie nog een baby? Ik zeg, jawel. Ik zeg, in februari bij ons derde kindje geboren. Daarom zegt hij, als u baby's hebt, heb u ook poepluiers, hè? Ik zeg, ja, poepluiers genoeg. Daar zegt hij, dat doet u niet. Ik zeg, ja, ken ik ook. Is heel simpel. Kan ik makkelijk deur open, hè, poepluiers erin, zeep erin, stekker erin, wis, was, klaar. D, zegt hij. Ik zeg niet, D, meneer. Ik zeg, waarom niet? Daar zeg je, dan krijg je wel die hele stront in je gezicht, want je hebt de deur niet dicht gedaan. Komen twee vrienden elkaar tegen. Zegt de ene tegen de andere, Peter, is bij jou? Gaat wel. En we zeggen, gaat wel. En ze hebben dus met jou los. Ik ben geopereerd aan mijn longen.
Zo, geopereerd aan je long? Ja, linkse longtoppen beschadigd. Geopereerd. Zeg, en? 3 weken ziekenhuis. 6 weken logopedie. Zeg, en? Ja, ik moet mijn stem sparen. Zeg, en hoe is het met je rechtse longtoppen dan? Hij zegt, geweldig. Echtpaar, jaren getrouwd, genoeg kinderen. Op een gegeven moment zegt die mevrouw, Nico zegt ze, we hebben kinderen genoeg, het is voorbij, het is afgelopen. Gaan we naar de winkel, gaan we iets halen, iets dat beschermt. Hij naar een drogist, hij zegt, ik heb gehoord dat jullie hier condooms verkopen. Klopt, zegt die man. Hij zegt, hoe gaat het? Nou, zegt die man, we hebben verschillende, we hebben met bloemen, met figuurtjes erop, Mickey Mouse. Mickey Mouse gaat me een beetje ver, zeg. Ja, in kleur hebben we ze ook, rood, geel, groen, blauw, zwart. Hij zei, nou ja, na 20 jaar huwelijk lijkt me zwarte condooms wel leuk. Afijn. Hij neemt zwarte condooms mee naar huis. Die dingen worden gebruikt. Wat gebeurt? Moeder de vrouw wordt toch zwanger. Babytje wordt geboren. Kind is 1 jaar of 6. Komt op een gegeven moment bij zijn vader. Hij zegt, papi, ik wil iets vragen. En dat is jongen, zegt hij. Hij zegt, al mijn broertjes en zusjes zijn blank. En ik ben zwart. Hoe komt dat? Hij zei, jongen, hou op. Voor hetzelfde geld had je eruit gezien als Mickey Mouse. Het is nog maar het beginnetje. Maar we hebben er nog meer, daar komt hij op. Hier komt een broodbezorger. Hij heeft voor elke klant, naast bolletjes en puntjes, ook poppen bij de man. Hij is zelf geen warme bakker, maar toch bakt hij ze bruin. Niet steeds voorbij de kerstboom, maar ook niet al te schuin. Hij maakt je aan het lachen, hij kleurt je wakker rood. Een mop is onontbeerlijk, net als zijn dagelijks brood. Ziet al aan zijn koppie, waarom ik voor hem koos. Ga er maar eens even goed voor zitten. Hier is Patrick Kloos. Goedenavond allemaal. Jantje zit in de bus. En die bus die zit echt stampvol, gewoon echt nokkie-nokkie. Op een gegeven moment komt er een vrouwtje met een kind binnen. Dat Jantje heel netjes opstaat, zegt tegen mevrouw, wil je misschien zitten? Vrouwtje kijkt er verbaasd aan, die zegt zo. Ze zegt, dat is aardig van je, ik vind jou een echte gentleman. Jantje denkt, een gentleman, ik ben een gentleman. Dus die komt later op school en die zit helemaal in zijn nopjes in die klas. Maar bij de Engelse les, dat de juffrouw op een gegeven moment vraagt, wie weet wat een gentleman is? Jantje steekt er zijn enige zijn vinger op, zegt de juffrouw, zeg het maar. Nou, zegt Jantje, een gentleman, dat is een man die een vrouw met een kind laat zitten. Ligt er een man, die ligt in de Maas en die ligt te spartelen en die roept maar, hilve, hilve, hilve. Schreef er een man van de brug die zegt, had je me zwemmen moeten leren in plaats van Duits. Ja. Lekker zo, hè? Zoals een kleine Moos die zit in de klas en die is 8 jaar. En de rest van de klas zit, schommelt een beetje tussen de 8 en de 10, 12 jaar. Dat de leraar op een gegeven moment vraagt, wie weet wat economie is? De kinderen die kijken naar man, ja, ik wist het ook niet hoe toen ik 10 was. Is er economie, economie? Niemand weet het. Nou, ze te leren, dan stevens het huiswerk van morgen. Dus Moosie die komt thuis, die komt bij zijn vader en hij zegt, Moos, hoe was je eerste schooldag? Hij zegt, pa. Hij zegt, ik moet morgen weten wat economie is. Hij zegt, schiet mij maar lek, ik weet het niet. Nou, zegt die jongen, ga zitten, zal ik het je uitleggen. Hij zegt, kijk, je moeder, dat is de regering. Hij zegt, die regelt alle zaakjes hier in huis, dat is de regering. Hij zegt, ik ben het kapitaal, want ik breng het geld in huis, zodat je moeder de boodschappen van kan doen en zo. Hij zegt, Maria, onze huishoudster, die verricht voor ons arbeid, is voor ons de arbeider. Hij zegt, jij bent de jeugd, je klein broertje van een is de toekomst. Dat Moos naar zijn bed gaat s'avonds, dat is te denken. Ik denk, wat moet ik daar nou mee doen? Maar ja, s'nachts om 1 uur is het kleine broertje van een, die begint te janken en te janken. Hij naar die kamer toe, ja hoor, luier ondergepoept. Hij denkt, godsamme. Hij naar zijn moeder toe, maar zijn moeder ligt te slapen. Hij denkt, wat moet ik nou? Hij denkt, ach, natuurlijk, Maria, de huishoudster. Trekt die deur open bij Maria, ligt zijn vader erop. Hij denkt, ha. Hij denkt, weet je wat, ik doe het zelf wel. Volgende dag op school, de leraar vraagt, en, weet iemand wat economie is? Moos steekt zijn vinger op. Hij zegt, zeg het maar, Moos. Nou, zegt Moos, kijk. Hij zegt, als de regering nou ligt te slapen en het kapitaal verkracht de arbeider, dan mag de jeugd de toekomst uit de stront halen. Mooi, hè? Het is toch bijna literatuur. Dan zijn we nu toe, dames en heren, aan datgene waar de helft van de zaal voor... Wat zeg ik? 3/4 van de zaal. Wij zijn toe aan een rondje van het huis. En de microfoons komen naar u toe. Op het moment dat de muziek stopt en u heeft de microfoon, dan mag u zich verheffen. En dan mag u er eentje met ons delen. Ja, laat het maar rouleren. Ga het ook maar eens proberen.
Hallo. Hi. Hartelijk welkom. Ja. Je bent de eerste van het seizoen. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Ja. Mogen we weten hoe je heet? Berry. Berry, even noteren, Jan. Berry. En heb je er eentje, Ber? Ja, ik heb er wel een. Wil je jij hem dan? Laten horen? Het is groen en je kunt het plakken. Het is groen en je kunt het plakken. Wij hebben geen idee, Ber. Kermit de sticker. Weet je wat we doen of er niks gebeurd is? De eerste pegels zijn binnen. We gaan gauw met onze derde topper. Daar komt hij hoor. Hier komt direct een profi of semi-prof te staan. Hij hoort per dag als baarman wel 30 beats aan. De slechte die vergeet hij, de andere slaat hij op. Dus in dat koppie van hem, daar wemelt het van mop. Bij cocktails en wat nootjes gedijen moppen goed. Eens kijken hoe hij hier bij ons het op een droogje doet. Hier komt zijn humorcocktail, hij heeft het weer gefixt. Bas Zwijzer is de jongen die de moppen heeft gemixt. Pak een beetje, dit is je kans, hè? Goed, de jongen wordt 16 jaar en zegt tegen zijn vader: God, pap, ik wil eigenlijk wel eens lekker op stap. Nou, zit hij dus goed, jongen. Maar wel om 11:30 thuis. Nou, natuurlijk. Dus wat gebeurt er? De jongen komt om 2:30 thuis. Die vader zit op de bank, wit heet. Wat maak jij me nou? Nou, zegt die jongen: pap, ik moet je wat vertellen. Ik ben een man. Ik heb vanavond voor de eerste keer seks gehad. Nou, zegt hij, dan gaan we vieren. Pakken we een fles bier. En dan gaan we lekker op de bank zitten en vertel je me alles. Nou, zegt die jongen, die fles bier wil ik wel hebben, maar daar zitten ze al even niet aan. Dus dan loopt er een Belgische gendarme, die loopt door het Antwerpse Kralingerwoud, weet ik hoe dat daar heet. En die loopt er zo een beetje te wandelen. Hoort hij in één keer... Nou, dat heet zo, echt. Hoort hij in één keer in een strijkje, hoort hij een beetje gekruik en gekraas. Hij denkt, wat is dat nou? Madeleine, wat is hier los? Hoort hij een mannenstem. Ja, lig je te vrijen. Madeleine, te vrijen? Dat mag jullie gaar niet, hè? 500 frank boete. Ja, oké, okay. Komt er een hand uit die strijk met 500 frank. Hij pakt het geld, weg. Loopt hij een metertje of 40 door, hoort hij weer kraken en ritselen. Madeleine, wat is dat hier? Hoort hij weer een mannenstem. Ja, ik lig hier te vrijen. Jongen, maar alleen vrij, dat mag jullie gaar niet, hè? Dat kost u 500 frank. Shit, hoort die vent, hè? Suus, geef eens even de portemonnee. Wat? Je ligt met z'n tweeën te vrijen, 1000 frank. Ik was hier vanmiddag een beetje aan het ronddolen hier. En ze hadden Arjen naast, waar ze de nieuwe quiz van me... Hoe heet hij ook alweer? Ik ken zijn naam niet meer. Ik krijg een naam uit. Rolf Wouters aan het opnemen. Ja, nou weet ik het weer. Die waren ze het opnemen. Ze een nieuwe soort familie-spelshow-quiz. Hartstikke leuk. Hebben ze een opa en zijn zoon, zijn vrouw en een kind. Hè? Een kind van hun hebben ze erbij zitten. En die stellen ze allemaal vragen. Dan zitten ze in de finale. Gaat die Rolf Wouters, die gaat naar die moeder en die zegt... Mevrouw, dit zijn de vragen voor de laatste ronde. Je weet hoe dat gaat. Heel serieus. Wat ziet u het liefst stijgen bij uw man? Zijn salaris. Dat is goed geantwoord. En klappen. Helemaal perfect, hè? Punten. Gaat naar die man, zegt hij. Meneer, in welke positie ziet u uw vrouw het liefst? Naast mijn zijde. Dat is goed geantwoord. Nou, heel die zaal klappen, hè? Komen ze bij dat zoontje. Jongeman, waar vind je het mooiste kroeshaar ter wereld? In Afrika. Dat is goed geantwoord. Komt Rolf Wouters bij je opa? Nou meneer, ik hoef het u niet uit te leggen. Ik ga u een vraag stellen. Als u hem goed antwoord hebt, gaat u met z'n allen 10 jaar lang rond de wereld reizen voor niets. Nou, zegt die opa, vraag mij maar niks, want die andere drie had ik ook al fout. Dat was pas. Zwijzen. Ja, je moet scherp op. Het gaat snel allemaal, hè? Goed, nou we hebben er nog eentje en dan zijn ze allemaal binnen. En dan gaan we al punten geven, het is niet anders. Een mop wint al aan waarde, heb ik zo vaak gesteld. Wanneer een Rotterdammer hem Rotterdams vertelt. De Amsterdamse humor is wijderzijds bekend. Maar ook in de maatstaf van moppen tot talent. Hij mopt alleen op feestjes, hij is onderhoudsmonteur. Maar kan als hij gaat tappen zo gek zijn als een deur.
Al is het zijn debuut hier. Hij oogt als vakbekwaam. Die kan nog heel ver komen. Tom Klootwijk is zijn naam. Hallo Tom. Tom. Hartelijk welkom in Aalsmeer. Het ligt tussen Rotterdam en Amsterdam. Dus we zijn op neutraal terrein. Ga je gang. Geniet ervan. Dankjewel. Staat een kerel met een bult op zijn rug. Trapt de stap de tram in. Ja, hartstikke druk in die tram. Kom binnen. Gaat er een meneer staan. Die zegt, meneer, ga hier maar zitten. Hij zegt, waarom? Hij zegt, ik ben toch geen invalide? Hij zegt, nee, maar ik vind het toch zielig als je zo moest staan. Hij zegt, blijf jij maar lekker zitten en hou je kop dicht. Je kan geen eens lullen. Hij zegt, nee. Dat is waar. Hij zegt, maar als ze van jou een foto maken, kan geen eens het album dicht. Staat een dronken man bij een lantaarnpaal. Beetje zwaar getafeld s'avonds. Staat op die paal te drukken tot zijn vinger er blauw van werd. Vaak komt een politiewagentje aan. De agent zegt, meneer, wat staat u hier te doen? Hij zegt, ik sta te bellen. Hij zegt, te bellen? Hij zegt, ja, zeer liggen. Hij zegt, meneer, ze zijn niet thuis. Hij zegt, ja, het ligt maar als. Hij zegt, wil jij een beetje oorlog doorheen geven? Hij zegt, ik ga waar oorlog. Hij zegt, gaat u maar mee naar het bureau? Hij zegt, ik ga naar het bureau. Hij zegt, waar naar het bureau? Hij zegt, je gaat wel mee naar het bureau? Hij zegt, het is een gekke beetje, een gekke petje. Ja, hij zegt, nou ga je zeker mee. Hij zegt, ik ben agressief. Hij zegt, helemaal niet. Hij zegt, kijk jij goed, hè? Heb je wat in mijn lik al? Nee, meneer. Hij zegt, heb je recht gehad? Nee, ook niet, meneer. Hij zegt, oh, sta ik lekker in mijn broek te pissen. Kort. Kom ik een vriend van me tegen? Ik zeg, hey Gerrit, hoe is het? Hij zegt, ik zeg, wat heb jij nou? Hij zegt, nee, moet je luisteren. Hij zegt, ik ben met vakantie geweest in zijn Frankrijk. Ik zeg, ja, hij zegt, veel maar doen. Hij zegt, en dan heb ik mijn 100 vlammetjes over. Hij zegt, weet je wat? We gaan nog even naar mijn casino. Hij zegt, naar mijn casino. Hij zegt, ik kom er aan. Ik pak 100 man en ik zet alles op nummer 19. Hij zegt, ik denk zo, we hebben van vloer. Mannetje, de maaien, wat denk je? 19. Ik zeg, hij zegt, speel nou joh, laat me nou vertellen. Hij zegt, ik krijg 3500 man, krijg ik. Ik zet alles. Ik zet alles. Zet ik weer op nummer 19. Mannetje draaien, wie zijn broek? We zijn van Fleur. Mannetje, wat weet je? Weer 19. Hij zegt, snel het woordje verder vertellen. Hij zegt, ik word helemaal een dom heen. Hij zegt, die wens is beginnen van Fleur. Ik ben weer op nummer 19. Staat er een vent achter me. Die zegt, meneer, dat moet je nooit doen. Hij zegt, hij valt nooit 3 keer op nummer 19. Hij zegt, je moet nou op 22 vesten. Ik zet alles op 22. Balletje draaien, wat denk je? 19! Ik zeg, nou, ik had die vent zijn zak eraf gebeten. Hij zegt, ja, waarom denk jij dat ik zo praat? Joi. En we moeten het hele seizoen, moeten we nog door... Is dat even binnenkomen en er staat ook wel even wat, hè? Het crème de la crème van de Nederlandse moppetappers.
En ik ga de juryleden even toespreken. Want u heeft gelijk al een belangrijke taak. U moet een keuze maken. Ja, het is niet anders. Anders duurt zo'n programma uren. En dat red ik niet. Ik weet niet hoe het met u is. Maar dat hou ik niet vol. We moeten er helaas afscheid nemen van eentje. En u gaat nu uw kastjes indrukken. Knopje van uw voorkeur. Is het Kees? Is het Patrick? Is het Bas? Of is het Tom? Daar komen ze. Kijk naar die snoetjes. Ze beleven het nu. En dan gaat hij. Wie, oh wie, oh wie. Ai, arme Patrick. Jongen, wat jammer nou. Anders. Maar je bent de jongste van het spel. Kom gewoon terug met nieuwe repertoire. Geef hem een applaus. Patrick, zet maar even zo af, hè. Deze drie mannen zien we dus straks terug. En we willen nu eventjes een klein mopje uit de zaal gaan beleven. Daar gaat hij dan. Even rouleren, jongens, daar gaat hij. Voor 100 guldentjes. Als het een kort mopje is, is het over niet. Rood en groen, daar moet je het mee doen. Nog 3, nog 2, nog 1. En geef maar even door. Laat hem maar rouleren. Niet gooien, mevrouwtje. Voorzichtig. 21 hier, 22 daar. Had je maar. En de kleur is rood. U komt goed weg. Maar daar staat een koene jongeling. Ik denk dat jij er geen moeite mee hebt. Hoe is de naam? Robert. Robert. Ja. Luid en duidelijk, Robert. Heb je er eentje? Ja, ik heb er wel eentje. Kan niet door de... kan niet door de beugel? Ja, denk het wel. Oké. Er kwam een ouderwets boertje, die kwam bij de dokter. En die zegt, dokter, ik heb toch zo'n last van buikpijn, zegt hij. Hij zegt, heb je er iets voor? Oh, zegt die dokter, daar heb ik wel iets voor. Maar ja, die moet je wel via je anus innemen, die pillen, zegt hij. Ja, zegt dat boerke, dat maakt mij niks uit. Hij zegt, hij loopt naar huis toe, maar ja, ouderwets boerke, die kent al die moderne woorden nog niet, hè. Die komt thuis en die zegt tegen zijn vrouw, vrouw, hebben wij hier thuis een anus? Ja, zegt ze, dat weet ik niet. Dan moet ik even in de la kijken, zegt ze. Dus ze trekt heel de la open, heel de la overhoop getrokken. En afijn, ja, zegt ze, ik heb er hier geen, hoor. Zegt ze, weet je, wij gaan maar naar de buurman, die doet graag hobby, hè. Die zal er vast een hebben. Hij gaat naar de buurman toe en ik kom bij hem in de garage. En hij zegt, buurman, heb jij misschien een anus? Ja, zegt hij, dan moet ik even in de kast kijken, zegt, dat weet ik niet, zit hij. Al zijn gereedschap opzij gedaan en afijn, hè. Nee, zit hij, ik heb niks, hoor, zit hij. Nou, weet je, waar zit hij? Zoek maar niet langer, zit hij. Ik slik ze wel zo in, zit hij. Enfin, zo gezegd, zo gedaan. Hij gaat nou een week weer terug naar de dokter, want buikpijn was niet over, hè. Hij komt bij de dokter. En zit je dokter, hebben ze geholpen? Ach, hij moet je pillenkat net zo goed in mijn reet gaan stoppen. Robert, je staat genoteerd straks naar de titelrol, hè. Dan gaan we. Ja, oké. Okay. Goed, dames en heren. Nou, deze drie, nou zeg maar... kampioenen. En gelijk al in de eerste uitzending, deze moppetoppers die gaan nu in de tweede ronde met z'n drietjes. En de eerste zenuwen zijn nu een klein beetje eraf, dus het zal allengs makkelijker gaan voor ze. Ze gaan nu de zogenaamde opdrachtmoppen vertellen. U weet het misschien nog wel van vorig seizoen. Er zijn een aantal categorieën. Ze mogen om beurten mogen ze er eentje kiezen. En dan kiezen ze ook gelijk de categorie natuurlijk voor hun twee tegenstrevers. Nou jongens, we hebben een heel rijtje. Kees, mag ik jou als eerste vragen om een keuze te maken? Ik denk dat er wel wat voor je bij zit. We hebben vanavond verkeer, we hebben Belgen, vakantie, pikant, huwelijk, maar het mag ook pikant huwelijk zijn, mag je zelf doen. Vips, bekende Nederlanders zijn er ook steeds meer van. Dokters en kinderen. Wat neem je, Kees? Verkeer. Verkeer, veel succes. Ik kom hier van de voorronde af. Hier een gezellige avond doorgebracht na afloop. Lekker glaasje bier op, glas of 10, 12. We rijden hier weg. Komen aan de snelweg, daar bij Vinkeveen, Hilversum Vinkeveen, draaien zo de snelweg op richting Den Bosch. Alcoholcontrole.